Liefde die tegengewerkt wordt, wordt soms alleen maar sterker. Als je samen door een moeilijke tijd bent gegaan, hou je elkaar daarna steviger vast. We gaan naar het platteland van Cambodja, naar onze correspondent Rebecca. We zijn op bezoek bij Yun en Eyang. Niet om het geheim van de Cambodjaanse keuken te ontdekken, maar om te horen wat hun liefde zo speciaal maakt. Yun en Eyang hadden een lastige aanloop. Niet alleen stond hun familie niet echt te juichen, ze leerden elkaar ook kennen tijdens een gruwelijk sociaal experiment. In de jaren 70 moesten alle Cambodjanen van hun leider Pol Pot op het boerenland gaan werken. Die dwangarbeid ging met veel geweld gepaard en 2 miljoen Cambodjanen konden het niet navertellen. Niet echt de ideale omstandigheden om eens fijn verliefd te worden, zou je zeggen. En toen de druk van de ketel was en de gevoelens op tafel lagen, kon de liefde dan ook echt geconsumeerd worden? Tai ba chumnai kuat hai nang khnyom oh muoy chivit rieng khluon.